In de gemeente Overbetuwe zullen de komende jaren minstens 2 onbewaakte spoorwegovergangen aangepast worden. Dat past binnen het plan van het kabinet om alle vrije overgangen binnen 5 jaar aan te passen of te sluiten. De gemeente telt in totaal 4 onbewaakte overgangen. 2 daarvan op het traject Arnhem-Nijmegen vlakbij Elst zullen worden aangepast. De overige 2 bij Zetten en Valburg zijn nog niet opgenomen in het plan. Dit proces gaat zeker nog een aantal jaar duren. De overgangen liggen namelijk op particulier terrein en vormen de enige manier waarmee eigenaren hun grond kunnen bereiken. Er moeten omleidingen of bruggetjes gebouwd worden om dit mogelijk te laten blijven. Het aanpassen en sluiten van de overgangen wordt gefinancierd door het Rijk. Het kabinet wil namelijk geen doden meer door onbewaakte spoorkruisingen. Op dit moment is dat nog gemiddeld 11 per jaar.